Afgelopen Prinsjesdag sprak koning Willem-Alexander in de troonrede over eenzaamheid onder jongeren. Het kabinet wil samen met jongeren werken aan oplossingen, bijvoorbeeld ook door het onderwerp bespreekbaar te maken. In onze cijfers zien we een groei van het aandeel jongeren dat zich sterk eenzaam voelt. In 2019 ging het om 9% van de jongeren tussen de 15 en 25 jaar oud. In 2022 was dit 12%. Bijna de helft van de jongeren voelt zich enigszins of sterk eenzaam. In onze cijfers maken wij onderscheid tussen sociale eenzaamheid, waar het draait om een behoefte om sociale contacten, en emotionele eenzaamheid, waarbij iemand diepe en hechte banden mist. Beide vormen van eenzaamheid zijn gestegen onder jongeren, maar de emotionele eenzaamheid meer dan de sociale. Gedurende de pandemie was het opbouwen en onderhouden van contacten flink vermoeilijkt. Nu de pandemie is afgelopen, zien we echter geen daling van het aandeel jongeren dat zich eenzaam voelt. Het is zelfs gestegen.